Het liep niet lekker tussen burgemeester Bouwman en de rest van de organisatie in het gemeentehuis van Noordoostpolder. Zoveel is duidelijk geworden tijdens een extra raadsvergadering die deels achter gesloten deuren werd gehouden, tot frustratie van het publiek. Op een gegeven moment, omdat het dan gezegd wordt, nu gaan we vertellen wat er daadwerkelijk gebeurd is. Maar dat doen we binnen kamers. En ik had nooit verwacht in de Noordoostpolder, maar het overkomt ons ook hier. De nieuwe stikstofregels voor boeren gaan niet van tafel in Flevoland. De bestuurders op het provinciehuis komen dus niet tegemoet aan de boeren die gisteren protesteerden in Lelystad. En de privébasisschool Junior College in Almere zit in de lift. Steeds meer ouders kiezen voor de school met kleine klassen en veel individuele aandacht. Dat kost die ouders wel €1100 in de maand, dus niet voor iedereen haalbaar. Ik ben daarvoor gaan werken. Ik werkte eerst niet, ik zorgde volledig thuis voor de kinderen. Maar ik ben daarvoor gaan werken en dan gaat het nu lukken. Het is dinsdag 15 oktober, dit is Flevoland. Goedenavond. Een te groot verschil van inzicht is de reden van het vertrek van burgemeester Bouwman van Noordoostpolder. Gisteravond werd er uitvoerig over gesproken in een extra raadsvergadering. Dat het niet helemaal lekker liep tussen de burgemeester en de rest van het gemeentehuis werd wel duidelijk. Wij hebben ervaren dat de burgemeester een andere wijze van besturen nastreefde. Maar dit heeft van zijn kant in het college nooit geleid tot concrete gespreksonderwerpen. Het agenderen van voorstellen of het invoeren van werkwijze. Was het verschil in bestuurscultuur te overbruggen? Dat zou best kunnen als het gesprek op gang gekomen was. Oud-burgemeester Bouwman werd ook beschuldigd van ongepast en ongewenst gedrag. Iets waar overigens geen hard bewijs voor is, maar de beschuldigingen zijn wel naar hem gemaakt. Dit gedeelte vond achter gesloten deuren plaats, tot woede van inwoners die op de publieke tribune tekst en uitleg wilden horen over hun burgervader. De burgemeester heeft 4 keer bij mij aan de tafel gezeten, heeft met mij gesprek gehad, ik ben met hem bovenop de hier wezen zweefvliegen. Hij heeft verdomme alles gedaan voor jullie. Je moet kijken wat hij krijgt. Stank voor dank. Ik heb nog zo'n achterbakse rotzooi meegemaakt als hier. Wat er gebeurd is, verdient naar mijn idee de schoonheidsprijs niet. Dus ja, dan wil je de waarheid. We leven in een democratie en dan gaan ze ineens besluiten dat de vergadering besloten wordt. En ja, dan denk ik bij mezelf, jongens, dit is niet de democratie zoals ik hem voor ogen heb. Op een gegeven moment, omdat het dan gezegd wordt, nu gaan we vertellen wat er daadwerkelijk gebeurd is. Maar dat doen we binnen kamers. Ja, dan moet je toch eerlijk zeggen dat het bekrompen is. Dat het gewoon, dat hoort niet in de democratie van, en ik had nooit verwacht in de Noordoostpolder, maar het overkomt ons ook hier. Na afloop kwam de raad met een korte verklaring. Omdat het informatie betreft dat over een persoon gaat, wil de gemeenteraad geen verdere mededelingen doen over wat er besproken is achter gesloten deuren. We hebben een hele moeilijke afweging moeten maken om uiteindelijk te zeggen dat het belang van het beschadigen en niet willen beschadigen van personen zwaarder weegt dan de openheid bieden. En we wilden die afweging ook duidelijk maken naar onze inwoners. Ja, en dan is de conclusie die ik trek, en ik denk die de mensen ook kunnen trekken, ja, er is een tijd over gesproken. En er wordt eigenlijk niet echt iets over gezegd. En ja, dat is het dan. Ik kan dat beeld niet bij u wegnemen. Ik kan alleen maar hopen op begrip op de afweging die wij gemaakt hebben. Denkt u dat de mensen in de Noordoostpolder nu een duidelijk antwoord hebben op de vraag wat is hier gebeurd? Nee, dat hebben ze niet. Maar dat heb ik ook aangegeven, dat ik dat niet kan geven. De burgemeester heeft ontslag genomen, die heeft een reden genoemd. Ik heb daarop gezegd wat ik te zeggen heb. En verder wil ik het daar heel graag bij laten. Ja, u bedoelt, dat is eigenlijk aan de burgemeester om daar nog wat meer over te vertellen. Ja, niet aan mij. Oppositiepartijen vroegen aan het eind van de vergadering nog om een onafhankelijk onderzoek naar wat er mis is gegaan op het gemeentehuis. Maar dit voorstel is door een ruime meerderheid weggestemd. Vanavond wordt bekend wie de nieuwe interim burgemeester gaat worden. En de naam van die tijdelijke burgemeester wordt rond 7 uur vanavond verwacht. Dan lees je er uiteraard over op omroepflevoland.nl. De provincie Flevoland draait de omstreden stikstofregels niet terug, ondanks de protesten van boeren. Gisteren trokken ruim 100 Flevolandse agrariërs naar het provinciehuis in Lelystad, omdat ze willen dat deze nieuwe regels overboord gaan. Gedeputeerde Harold Hofstra liet de protesterende boeren toen weten dat hij ze niet tegemoet gaat komen. We gaan naar verslaggever Ingrid Kupers bij het provinciehuis. Ingrid, was er nou dan nog de hoop bij de boeren dat Harold Hofstra van standpunt zou veranderen? Ja, die hoop was er inderdaad. Alleen Flevolandse gedeputeerden die kunnen zo'n besluit niet in hun eentje nemen. Daarvoor moeten ze de steun hebben van het hele college van gedeputeerde staten.
De hoop was dus dat dat nog veranderd zou worden, dat standpunt. Maar dat is niet gebeurd, want die indruk werd gisteren wel gewekt dat dat nog in de kaarten zou zitten. Dat blijkt dus niet het geval te zijn. Vorige week heeft de provincie Flevoland met alle andere provincies afgesproken om deze nieuwe stikstofregels in te voeren. En in ieder geval in Flevoland zijn ze niet van plan om daar nog op terug te komen. Voor Hofstra staat duidelijk vast dat de stikstofregels niet van tafel kunnen en ze kunnen ook niet worden opgeschort. Want het gaat volgens hem niet alleen om de agrarische sector. Het gaat veel breder. Het gaat om de bouw. Het gaat om mobiliteit. En daarom hebben we gezegd, die beleidsregel is nodig om de boel op gang te krijgen. Ook als u een maand zou wachten, kan dat niet? Nee, want als wij een maand zouden wachten, zouden we een maand lang alles op slot zetten. En op dit ogenblik, we zien nu, nou goed, ik hoef het u niet te vertellen, we zien de verhalen in de pers al. Niets doen is geen optie. We moeten nu aan de gang. Toch wil dat niet zeggen dat de protesten van de boeren helemaal voor niets zijn, vindt de provincie. Ze hebben een duidelijke petitie ook bij ons neergelegd met zorgpunten die ze daarin hebben aangegeven. Die zijn niet tegen dovemans oren gericht. Die nemen we gewoon mee en die brengen we ook in het gesprek bij de minister. Ja, Ingrid, als we dat zo horen, dan zijn het dus vooral andere activiteiten die profiteren van die nieuwe stikstofregels. Maar wat is dan het verband tussen die dingen? Ja, het doel van die regels is voor de provincie om de niet benutte dier- en fosfaatrechten van de boeren, om die in te zetten, te gebruiken voor andere activiteiten, om die weer vlot te trekken. Want door de stikstofregels die een paar weken geleden zijn afgekondigd door de landelijke overheid, zijn heel veel projecten stil komen te liggen. Want de stikstofuitstoot die moet naar beneden in Nederland en dus zijn er beperkingen opgelegd. Die zijn soms tijdelijk, maar die moet wel weer vlot getrokken worden. En de provincie Flevoland die heeft vorige week gelijk toen de provinciale stikstofregels zijn ingevoerd. Een vergunning verleend aan Windpark Groen. En als de boeren zouden krijgen wat ze graag willen, namelijk dat die stikstofregels weer van tafel gaan, dan zou dat heel veel negatieve consequenties hebben voor bijvoorbeeld zo'n Windpark Groen. En dat is iets dat de provincie Flevoland niet wil. Nee, maar betekent dat dan dat nu alles ophoudt? Nee, dat is niet het geval. De komende tijd wordt er nog heel veel gesproken op allerlei niveaus van hoe met dit probleem om te gaan. Zo is er morgenochtend een gesprek tussen LTO Noord, de NAJK, dat is een organisatie voor jonge boeren, en gedeputeerde Hofstra. En dat gesprek zal gaan over de pijnpunten en de zorgen die de boeren hebben. En de uitkomsten daarvan die neemt Harold Hofstra dan weer mee naar de minister gesprekken over de stikstofproblematiek. Verder is er morgenmiddag ook nog een overleg tussen alle provincies weer. En daar wordt gekeken van, omdat sommige provincies die hebben die regels dus wel overboord gezet of het bevroren. Dat is natuurlijk een warrig gegeven, dus daar wordt morgenmiddag over gepraat, de provincies onderling. En ondertussen protesteren de boeren door, want voor morgen staan er protesten gepland, onder meer bij het RIVM in Bilthoven en op het Binnenhof in Den Haag. Ik heb zomaar het gevoel dat we morgen elkaar weer eens zouden kunnen spreken. Ingrid Kuipers, dank je wel. Door een virusuitbraak is de manege in Lelystad tijdelijk gesloten. Eén paard is inmiddels overleden en vier zitten er in quarantaine. De paarden hebben de ziekte rhinopneumonie opgelopen. De variant van de ziekte die op de manege heerst zorgt voor onder meer verlammingsverschijnselen. In totaal staan er 85 paarden. De zieke paarden zijn verplaatst naar noodboxen en er is een dierenarts aanwezig om de paarden te behandelen. Automobilisten en fietsers moeten rekening houden met strooiwagens in Almere. Ter voorbereiding van de winter worden alle strooiroutes gereden. Zo zijn de medewerkers straks goed voorbereid als het gaat vriezen. De wagens rijden vandaag en morgen. Golfbaan Pitch & Putt in Krachenburg sluit volgende maand definitief haar baan. De bezoekersaantallen lopen terug en de onderhoudskosten van de baan zijn hoog. De manager van de baan op recreatiepark Nettel heeft al wel nieuwe plannen voor het terrein voor in de toekomst. De politie zoekt getuigen van de brandstichting van een woning in Emmeloord. In die woning woont de secretaris van zieke en ouderenomroep Ozo Nop.
De ziekenomroep wordt al geruime tijd bedreigd vanwege een Turkstalig programma op de zender. Op de woning was vloeistof gespoten. Dit bleek na onderzoek een brandbare stof te zijn. Ouders verkiezen vaker privéonderwijs boven het regulier onderwijs voor hun kind. Dat merken ze ook op het juniorcollege in Almere. De aanmeldingen stromen binnen en de ouders zijn erg te spreken over het onderwijs. Wat is dit ongeveer? 4,75 max? Gebrek aan kwaliteit op de normale scholen. Vooral ook de groepsgrootte. En daarbij valt toch de echte goede aandacht voor de kinderen eigenlijk weg. Ze verveelden zich op een gegeven moment heel erg. Waardoor ze gefrustreerd thuis kwamen en ik naar een oplossing op zoek was. Waar het aantal leerlingen op het juniorcollege jaren onder de 10 bleef, is de school het laatste jaar in leerlingaantal verdubbeld. Je merkt dat het lerarentekort gaat spelen bij de scholen. Dat kinderen naar huis moeten soms, dat klassen worden samengevoegd. Nou, dan merk je dat er minder aandacht is voor de kinderen en kinderen vaak gewoon maar een klein beetje extra hulp nodig hebben om toch weer verder te kunnen. En daar is gewoon geen tijd voor. Eigenlijk gaan jullie bij die laatste som gaan jullie hetzelfde doen. De privéschool krijgt geen geld van de overheid. Ouders moeten het onderwijs zelf betalen. Dat is ruim 1100 euro per maand. Maar ja, er moet alles van betaald worden. Wij zitten in deze klas met 7 kinderen wel met 2 leerkrachten over het algemeen. En in de andere klas daar hebben ze ook 2 leerkrachten iedere dag. En daar hebben ze 14 kinderen. Dus alleen de leerkrachten moeten al betaald worden. Dan moet de huur betaald worden. Het materiaal moet betaald worden. We bieden de hele dag eten en drinken voor de kinderen. Al dat soort dingetjes. De voordelen van kleine klassen en veel individuele aandacht zijn dat geld wel waard, vinden ouders. Je maakt een keuze uit de mogelijkheden die je hebt. En ik heb gelukkig ben ik financieel krachtig genoeg om hier ook nog voor te kiezen. Daar hebben we wel heel goed over nagedacht. Ik ben daarvoor gaan werken. Ik werkte eerst niet, ik zorgde volledig thuis voor de kinderen. Maar ik ben ervoor gaan werken en dan gaat het nu lukken. Directeur Imminga wil niet spreken van een rijke luisschool. Maar ziet wel dat de kosten voor veel gezinnen niet op te brengen zijn. Het zou fijn zijn dat kinderen die uit gezinnen met minder inkomen, dat die ook gewoon wat extra aandacht kunnen krijgen. Het nieuwe natuurgebied Kop van het Horsterwold is gisteren officieel geopend. Het gebied is een compensatie voor natuur die op andere plekken weg is gehaald. Boswachter Hans Breeveld geeft een rondleiding. Kijk, helemaal tof. Een aantal jaar terug is besloten dat er nieuwe projecten moesten komen binnen Flevoland, waar natuur zou moeten worden gerealiseerd op bestaande gronden eigenlijk. Nou, daar is dit een voorbeeld van. De plek waar we staan, straks ook een aantal delen, zijn oude landbouwkavels. Dus van een grote kale kavel, kale grond, is een bos gemaakt. Het bos bevindt zich ten noorden van het Horsterwold bij Zeewolde. Het is zo'n 40 voetbalvelden groot. De kop moet een verbindende factor worden met een nog groter natuurgebied. Nou, je moet je voorstellen natuurlijk dat achterricht een bosgebied waar leeën zitten en andere dieren. En die dieren die willen natuurlijk zich verplaatsen naar andere gebieden toe. En aan de andere kant van dit gebied begint ook weer een stuk bos, het Horsterwold. Dus dit was eigenlijk een beetje een missing link, zeg maar, een verbindende schakel voor dieren tussen het een en het ander. Iets verderop is een grote waterplas aangelegd. In een van de oevers is een vleermuiskelder geplaatst, zodat de dieren daar kunnen overwinteren. Het voorstellen, dit is nu allemaal erg open op dit moment nog. Gedeeltelijk blijft het ook open, want hier zullen runden of paarden komen voor begrazing om het open te houden. Maar die oevers hier gaan allemaal begroeien. Er komt allemaal riet en allemaal andere planten. Er gaan veel insecten in zitten. Maar vleermuizen die eten insecten. En dus dit is een ideale plek om een populatie vleermuizen de kans te geven om hier te ontstaan. En dat is een vleermuiskelder. Over een jaar of 20 moet het nieuwe aangeplante deel een volwaardig bos zijn. Dieren kunnen dan van het nieuwe Nationaal Park Nieuwland zo doorlopen naar het Horsterwold. En dit was Flevoland voor vandaag. Straks is Robert de Vriezer met het weer. En morgenochtend Flevolands nieuws op de radio. Vanaf 7:30 al bij Joliene en Leo. Voor nu een heel fijne avond en graag tot morgen.